exciting and new. Come aboard, we're expecting you. Een jaar geleden verhuisde Dirk Marcellus vanuit het Limburgse Horst naar Eindhoven. Nu een jaar later woont hij in Amsterdam en voetbalt hij bij AZ. Zo kan het hard gaan in het leven van een voetballer. Ja, wel een beetje ja. Het is een hele nieuwe stap voor mij naar AZ toe. Ik moest samen met Sandra beslissen van waar kunnen we het beste wonen, omdat zij nog naar school toe moet. Daar is Amsterdam uitgekomen en het leek ons wel een mooie stad. En zo verhuisden Dirk en zijn vriendin vanuit het zuiden naar de hoofdstad. Gekscherend gezegd verliet hij dus de voetbalhoofdstad voor een nieuw avontuur. Met name omdat de verdediger richting het nieuwe seizoen weinig perspectief voor zichzelf zag. In het nieuwe seizoen heb je natuurlijk wel een voorbereiding, maar hij heeft natuurlijk wel zijn plaatje al in zijn hoofd hoe hij wil spelen. Dan is het heel moeilijk om daartussen te komen. Daarom wou ik al vroeg bij AZ beginnen. Gelijk de eerste dag, zodat ik kon laten zien vanaf het begin van wat ik in huis heb. Was AZ voor jou de enige mogelijkheid of waren er meer clubs? Nou, er waren nog wel wat andere clubs in Nederland, maar ook net over de grens in Duitsland. Dat was voor mij, ik wil graag in Nederland blijven, omdat je dan toch het meest in beeld bent voor de mensen, voor het publiek. AZ is wat dat betreft een fantastische club. En toch is het voor iedereen wel even wennen. We zijn Dirk Marcellus gewend in het o zo vertrouwde rood-wit gestreep van PSV. En niet in het tenue van AZ. De verdediger geeft toe dat het op sommige momenten voor hem ook nog wennen is. Ja, wel. Het is wel anders. Ja. Je bent altijd gewend op de hergang rond te lopen. Eerst bij de jeugd en daarna bij het eerste elftal. En dan kom je in één keer een andere kleur, ook al andere gezichten, andere mensen om het team heen en een ander shirt. Maar daar raak je wel aan gewend snel. Verwijt je iemand iets in het verhaal PSV? Nee, ik verwijt niemand iets. Zeker met PSV niet. Ik heb er 12 jaar een hele mooie tijd gehad. En 1 jaar heb ik niet gespeeld. Dat was voor mij persoonlijk wat minder. En uiteindelijk voor het team ook. Ik heb afscheid genomen. Een nieuwe stap is het. Maar ik verwijt niemand binnen PSV iets. Die speelde nog ergens in IJsland of zo. Nee, in Engeland. Bij J.O. Field Town. Ken het? Dus Waterrusten bij AZ gezeten. Hamzi. Die bij AZ en PSV gespeeld. Philip. 18. En ik zit op 6. Oscar Moens. Het lijstje van PSV'ers die ook voor AZ speelden telt 18 namen. Maar daarover later meer. Eerst na aanstaande zondag. PSV AZ. Hij is dan naar Leicester City. Ik heb er wel zin in. Het lijkt wel mooi om weer een Philipsstadion te spelen. Alleen dan een ander kleerlokaal, een ander shirt aan. Ik ben benieuwd. Zal het vreemd zijn? Ik denk in het begin wel. Als ik een stadion binnenkom lopen, dat het wel vreemd is. Ik ben toch altijd gewend om richting het PSV-kleedkamer te lopen. En nu moet het anders. Kan dat. Heb je ook zoiets van, ik zal ze eens laten zien hoe goed ik eigenlijk kan voetballen? Nou, ik heb niet zoiets van dat ik met revanchegevoelens of zo zal spelen. Maar ik wil wel gewoon een hele goede wedstrijd neerzetten. Dat heb ik altijd wel, maar nu nog wel wat meer, wat extra's. De laatste editie was 1-0 PSV. Doelpuntenmaker Ola Toivonen. Laat in de wedstrijd. Het jaar daarvoor. 2-2. De uitslagen van de laatste edities tussen PSV en AZ weet Marcellus feilloos op te noemen. Maar een voorspelling voor de aankomende wedstrijd vindt hij erg lastig. Ik denk dat PSV wel de favoriet is en een grotere selectie, goede spelers aangetrokken. Ik denk dat ze een absolute favoriet zijn, maar wij hoeven niet om te doen voor PSV. Maar het is natuurlijk wel zo dat buiten het veld qua de mensen die vertrokken zijn, je zegt al een Scheringa, andere spelers die belangrijk zijn geweest. Het is een ander AZ wat er staat. En een nieuw team levert natuurlijk nieuwe helden op. En misschien wordt Dirk Marcellus daar wel een van in Alkmaar. Net als hij was in Eindhoven. Waar hij tot op heden nog geen afscheid heeft kunnen nemen van zijn publiek. Ik ben vorig jaar vertrokken, of op het einde van het seizoen was het nog niet helemaal zeker voor de buitenwereld dat ik wegging. Dus het zal weer de eerste keer zijn dat ik de supporters zie. En
Ja, ik weet niet. Ik heb een mooie jaren gehad en ik hoop dat ze dat niet vergeten zijn. Waar Marcellus in Amsterdam de weg nog moet zoeken, was PSV als een thuis voor hem. En dat zal hij nooit vergeten. Voor altijd een stukje PSV'er. Ja, dit is bij ons in de buurt. Ja. Als we hier rechtdoor gaan, komen we weer langs ons huis. Ja. Ik denk wel, dat zou er ook moeilijk uitkrijgen, denk ik. 12 jaar rondgelopen, dan, het is de club waar ik het langst gespeeld heb en waar ik de meeste mensen ken. En dat zal altijd wel bij mij blijven, ja. En dan tot slot nog even het antwoord van die PSV'er die ook bij AZ speelde en nu bij Leicester City zit. Zijn naam? Michael Amai. Maar Dirk Marcellus, die laten we nog even zweten. Ja, ik heb het gelezen op internet dat er iemand naar Leicester City is vertrokken.